Het college is niet meer compleet. Moet er een nieuwe wethouder komen? Ik denk wel dat dat logisch zou zijn. Wat we net al gezien hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van de aangenomen motie en het voorstel van het college voor verdere uitwerkingen, 50 miljoen voor het onderhoud van de wegen. Andere projecten die lopen, er is genoeg werk, denk ik, voor drie wethouders en de burgemeester om iets voor te zetten. Dus het lijkt mij logisch om weer een derde wethouder te zoeken. Wethouder Buijs vertrekt. Nu is er een wethouder te weinig. Moet er een nieuwe komen? Sterker nog, hij is al vertrokken. Hij is al vertrokken? Ook dat je zou zeggen, sterker nog, er is al een nieuwe. Nee. Nee, goed. Het is inderdaad, afspraken zijn gemaakt tijdens de coalitievorming 2 jaar geleden dat de VVD een wethouder mag leveren. Werk is er nog volop te doen. Dus wat ons betreft komt de VVD gewoon met een nieuwe wethouder. En daar zijn we nu van in afwachting. Ja. Gelukkig zitten we nu langzaam in de vakantieperiode. En kunnen we het een en ander rustig bekijken. Maar het is wat ons betreft nu een zaak van de VVD. En we hebben vernomen dat ze druk op zoek zijn naar een geschikte kandidaat. Nu gaan de geruchten ook dat de CDA-wethouder aan zijn laatste termijn bezig is. Ja, het is geen geheim dat de heer Splinter heeft gezegd dat hij na 3 termijnen dat dat een mooie periode is om dan daar een strik om te doen. Dus dat is volgens mij geen nieuws in die zin. De heer Splinter heeft aangegeven inderdaad over 1,5 jaar, 2 jaar te stoppen als wethouder hier. Ben u al bezig met het zoeken naar? Wij zijn altijd bezig met zoeken naar niet alleen wethouders, maar ook kandidaat raadsleden, mensen in de fractie. Dus we houden onze antennes uit, wat dat betreft. Ja. Want is het nodig voor de laatste termijn? Nu is het alleen nog maar uitvoeren, toch? We hebben toch het idee dat er, en dat is ook de signalen die we krijgen van onze wethouder, dat er toch voldoende werk nog ligt om de zaak af te ronden. Met het vertrek van Buijs, acht u dus, het CDA acht het wel belangrijk dat die functie wel weer wordt ingevuld. Dat er wel een derde, want in principe is het nu alleen nog maar uitvoerend beleid, hè? Nou ja, gedeeltelijk klopt dat. We hebben nog 1,5 jaar ongeveer tot de verkiezingen eraan komen. In ieder geval dat de campagne weer start. Maar los daarvan, er zijn nog altijd andere projecten die niet kunnen spelen. Toen hebben we een crisisnoodopvang gehad, waar in één keer een beroep werd gedaan op de gemeente. Er zijn nog andere projecten die lopen. Dus volgens mij zijn er nog, ook bij de uitvoering van beleid, zijn de wethouders betrokken. Dus ik denk dat het logisch zou zijn om een derde wethouder te zoeken. Ja. Maar het is aan de VVD om daar een kandidaat voor te dragen. Maasduinen Centraal, nieuws uit eigen regio.